Het ontmoetingsfeest van Femma Herentout eind september had wel een heel bijzonder karakter. Het is een ontmoetingsfeest van Femma. 3 maal op een jaar houden wij een ontmoetingsfeest. Dat gaat altijd door in september, december en april. Maar dit keer heeft het wel een bijzonder tintje, omdat Femma Herentout 85 jaar bestaat. Het is altijd eerst een welkom. Welkom op ons feestelijk ontmoetingsfeest. 85-jarig bestaan van KAV, nu Femma van Herentout. Dan een bezinning. Dan hebben we dus een feestmaal. Dan komt er een ontspanning. En dan hebben we tussen de ontspanning een verrassing. Dat ga ik nu nog niet vertellen wat. Dan terug zang en dan een tombola. Ontmoetingsfeesten zijn een vaste waarde in het Femme activiteitenaanbod. Gelukkig maar, want ontmoeting schept een band, maakt je blij en is gewoon leuk. De aanzet tot ontmoetingsfeesten werd in Herentout 85 jaar geleden gegeven. 85 jaar geleden hebben mensen het aangedurfd de KAV-afdeling te stichten, nu Femme genoemd, in onze parochie. Vandaag denken wij met vreugde terug aan de stap die toen gezet werd. Goedenavond, beste Femma-vrienden. Bij speciale gelegenheid horen de nodige speeches en plichtplegingen. Hilde Beijers van Femma Antwerpen feliciteerde de Herentoutse vrouwengroep met deze bijzondere verjaardag. En dankte de bestuursleden voor hun inzet en engagement. Want door de jaren heen heeft de vrouwenorganisatie ook lokaal heel wat veranderingen doorstaan. Vrouwengilde werd KAV, KAV werd Femma. Misschien nog iets om aan te wennen, zoals een nieuw kleedje. Het past nog niet goed, het vorige paste ons niet meer, maar het nieuwe is eigenlijk toch wel hip en trendy. En ook jonge vrouwen voelen zich goed bij Femma vandaag de dag. En dan is het tijd om de smaakpapillen te testen. In geen tijd weten de chef-koks, met behulp van de bestuursleden, een verfijnde ragout te serveren. Een organisatie als Femma staat of valt met de inzet van zijn vrijwilligers. Dat Femma Herentout kan terugvallen op ongeëngageerde vrouwen is duidelijk merkbaar. De organisatie verloopt vlot, snel en verfijnd. En niemand is bang om de handen uit de mouwen te steken. En dan is het tijd om even onderuit te zakken en te genieten van een vleugje muziek. Het programma van een ontmoetingsfeest is erg gevarieerd, ook nu. Een kleine tombola en een leuk verrassingsmoment vervolledigen de avond. Het belangrijkste is en blijft de ontmoeting, het keuvelen, het praten, het bij elkaar zijn. Hopelijk schuiven de Herentoutse vrouwen over 85 jaar in 2098 nog altijd even enthousiast samen aan tafel.